Met bisschop Bekkers, de legendarische bisschop Bekkers. Op de achtergrond sta ik hier in het bisschopshuis van 's-Hertogenbosch aan de parade. En ga ik zo praten met aan de ene kant Gerard de Korte, de bisschop van 's-Hertogenbosch, de huidige bisschop. En met René de Reuver, de scriba van de Protestantse Kerk Nederland. En dat is naar aanleiding van dit boekje. Hou vast. Zoeken naar de bron van hoop. Verschijnt bij de maand van de Bijbel. En daarover praat ik met René de Reuver en met Gerard de Korte. Kijk en luister. En laat u verrassen door de openhartigheid van deze twee kerkleiders. Bisschop Gerard de Korte, scriba René de Reuver, van harte welkom. We zijn hier in het bisschopshuis aan de parade. En ik geef de gast het eerst het woord. We praten over de briefwisseling. Hou vast, aan het begin van de maand van de Bijbel. En ik vraag aan u, scriba, als het gaat om hou vast in tijd van corona. Wat is dan uit de Bijbel hou vast dat u biedt? Vooraf woorden die de tijd verduren, die je dragen, die van Gods wegen komen, die geven hou vast. Voor mij een voorbeeld, woorden uit Psalm 31. Zo'n prachtige zin. Mijn tijden zijn in uw hand. En dat woord tijden staat eigenlijk voor al die verschillende levensmomenten. Dus niet alleen maar zoveel uur of zoveel dagen, maar al die verschillende levensmomenten. Vreugdevol, heel verdrietig, pijnlijk, wanhopig. Zegt het oude lied van Israël. In die tijden lig jij in Gods hand. Nou, dat geeft mij hou vast, juist ook in deze tijd. En in deze tijd is ook uw schoonvader overleden. Klopt. En speelt die psalm dan ook een rol? Zeker. Of was het toen een ander stuk uit de Bijbel? Ja, zeker. Als hij die psalm zou lezen en hij zou mij horen, dan zou hij zeker zeggen amen. Dus hij zou dat helemaal herkennen. Voor hem speelde inderdaad een ander bijbelgedeelte, wel heel ontroerend. Schrijft ook in een van de brieven, is het bijbeltje stuk gelezen. Hij was nu 87 toen hij overleed. Zijn handschrift was niet zo stabiel meer, dus een beetje bibberend streepje. Onder die tekst van Simeon. Jozef, Maria in de tempel met Jezus. Om hem voor te stellen aan God. En Simeon komt en die zegt, als hij dat kind ziet. Nu laat gij Heer, uw dienstknecht, gaan in vrede. Mijn schoonvader heeft dat, precies wanneer weten we niet. Maar toch vrij vlak voor zijn sterven. Met zijn bibberend lijntje zo onderlijnd. Van, dat herkende hij. Dat gaf hem in die levensfase, vlak voor zijn levenseinde, de kracht, hou vast, om het ook los te laten. Mooi. Want eigenlijk zegt u van Simeon herkende de Messias. Zo was het toch, hè? Simeon herkende de Messias en mijn schoonvader herkende zich weer in die Simeon die de Messias herkende. Dus, en daarmee ook met vertrouwen de dood tegemoet. Precies, precies. Of Simeon zo oud was en zo, dat is allemaal niet zo bekend. Dat doet er ook, vind ik, niet zoveel toe. Het prachtige is van zo'n bijbelwoord, zo'n oud woord, wat door iemand nu gelezen wordt en je herkent het. En het is alsof het een woord tot jouzelf is, van Gods wegen. En wat je eigenlijk optilt uit je, verslagenheid, nood, moeite enzovoort. We zitten er al middenin, bisschop. Dit ging eigenlijk al over de eerste twee brieven. Wat is uw favoriete psalm? Ik heb in het boekje genoemd Psalm 139. Er zijn er meerdere die ik mooi vind, maar ik heb 139 genoemd. Daar zit iets in van de alomtegenwoordigheid van God. Hè? Waar ik ga of sta, u bent bij mij. Eigenlijk zit er toch heel veel verwantschap in wat wij toen uitgewisseld hebben. Dus de tijden zijn in uw hand, maar ook het leven, de hele wereld is in Gods hand. En dat vind ik ook heel mooi uitgedrukt in Psalm 139. En u zegt even tussendoor van er zit veel verwantschap in. Heeft u dat ook gevoeld in die briefwisseling? Die verwantschap? Ja, ik denk dat de mensen die de brieven lezen, die herkennen denk ik wel twee christenen die beide erg op de persoon van Christus zijn georiënteerd. Dat het kloppend hart van ons geloof is. En dat we veel van elkaar herkennen, hoewel we natuurlijk in twee verschillende christelijke tradities staan. Maar dat we gelukkig ook in deze ecumenische tijden zoveel veel van elkaar herkennen ook. Want we voeren dit gesprek in de week van het gebed voor de eenheid. Zeker. En die gaat bijna over in die maand van de Bijbel.
Wat bindt u, wat verbindt u met zeg maar de traditie van de Scriba? Nou, dat is allereerst de persoon van Christus. Dat hebben we gemeenschappelijk. Ik zeg altijd, de ecumene heeft ons geleerd om niet meer te beginnen met de verschillen, maar met de overeenkomsten. Dat is misschien heel kort samengevat de grote oogst van de ecumene in Nederland en in de hele wereld trouwens. Dat we zeggen, nou, we herkennen elkaar als broeders en zusters in Christus. En dat is dan uiteindelijk natuurlijk de Heilige Schrift die we gemeenschappelijk hebben. En die schrift die toch vanuit een klassieke leeswijze helemaal georiënteerd is op het hart van de schrift, de persoon van Jezus als Gods definitieve openbaring. En als je dat bij elkaar kunt herkennen, dan kunnen er allerlei verschillen nog blijven rond de kerkvisie, rond sacramenten. Maar dan is daaronder is daar toch die gemeenschappelijkheid die wij al heel lang bij elkaar herkennen, maar die ook in de brieven in het boekje nu in beeld komen. De Scriba, René de Reuver, sprak over zijn schoonvader. En het gaat dan ook over de eeuwigheid en de sterfelijkheid. En daar zegt u ook het een en ander over, van het is niet alleen maar de eindeloosheid, maar eeuwigheid betekent ook wezenlijk iets anders. Nou ja, je bent dan uit de tijd, hebben we ook geschreven, en dat betekent dat je uiteindelijk bij God bent. Hè? Dus, en dat heb ik zelf ook ervaren in het rampjaar van ons gezin, van onze familie. Dat was in 1992, toen in een half jaar mijn vader en mijn moeder zijn gestorven. Mijn moeder eerst in juni, mijn vader in december. En dan het perspectief van thuiskomen en van dat je uiteindelijk bij God terechtkomt, bij degene die je geschapen heeft en die ons in Christus ook verlost heeft. Nou, dat gaf toen troost, omdat mijn ouders dat zelf ook aangaven, dat ze vanuit dat overtuiging hadden geleefd en gingen sterven. Dus degene die daarachter blijven, die kunnen daar dan troost uit putten. En ben je in God ook altijd, blijf je dan verbonden met die vader en die moeder? Ja, dat was. Mijn moeder ging in ieder geval heel sterk met zo'n persoonlijke overtuiging. Dus dat ze opgewacht werd, ook door dierbaren. Dat is natuurlijk ons geloof, dat God al zijn mensen vasthoudt. Maar tegelijkertijd is dat ook zo moeilijk voorstelbaar. Ik heb ook het grapje uit de middeleeuwen genoemd, van het totalitair aliter. Dus dat natuurlijk het eeuwig leven ook totaal anders is dan dit aardse leven. He, dus er is ook, ik zeg ook wel, ze moeten ons misschien ook wel door God te laten verrassen voor wat hij nog allemaal voor ons in petto heeft. U zegt dit met de tafel erachter. Dat is niet zomaar een tafel. Nee, dit is de tafel van mijn vader en moeder. Ja, dat klopt. En met de stoelen ook van vader. Ja, dat is allemaal, dat heb ik wel eens verteld. Ja. Dat klopt, dat is inderdaad zo. Dit is dus dit gesprek over de eeuwigheid en vader en moeder die bij God zijn. Ja. Maar die zijn ook nog hier. Zeker. Zeker. Ja, je zou dat heel in de verte een sacramentarium kunnen noemen, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Dat doe je niet zo snel met meubels, maar meer met foto's en andere aandenkens. Maar in die zin is het een verwijzing naar hen. Ja, klopt. Ja. Heeft u dat ook, dat er ook nog gewoon objecten zijn die herinneren aan degene die er niet meer is? Bijvoorbeeld uw schoonvader. Ja, u had het over het Bijbeltje. Ja. Ja, foto's natuurlijk ook. Zo'n Bijbeltje, ja, dat is ook wel, ja, dat gebruik je eigenlijk haast niet meer, doordat je ook wel weet, het is zo persoonlijk, dat hoort helemaal bij hem. Ja. Je gebruikt weer je eigen Bijbel. Direct objecten, zoals zo'n mooie tafel met stoelen, niet, maar wel iets. Mijn schoonouders zijn daar net nog voor naar een verzorgingshuis, verpleeghuis eigenlijk gegaan. Daar is hij ook vandaar naar het ziekenhuis overleden. Dan heb je wel bepaalde objecten die je uit zo'n huis meeneemt en die toch in je eigen huis een bepaalde plek krijgen. In die zin denk ik, en dat vind ik ook wel, dat als protestanten we dat ook echt leren, ook van de katholieke traditie, waar we natuurlijk zelf ook helemaal in staan, maar ook in de Rooms-Katholieke traditie. Geloof is wel heel persoonlijk, maar het gaat ook altijd natuurlijk om het gezamenlijke. Je staat in die lijn van de geslachten en je hoort ook helemaal bij de kerk. De kerk doet er fundamenteel toe. Ik vind het zelf ook altijd een prachtig beeld, ook Bijbels beeld uit de Hebreeënbrief, waar eigenlijk de gelovige vergeleken wordt met iemand die in de renbaan loopt. En op de tribune zitten allemaal mensen die je toejuichen. En dat zijn degenen die ons voorgegaan zijn. Nou ja, daar zie ik als het ware zo mijn familieleden ook wel wat zitten. En die zeggen, hou het vol, hè? Hou het vol, kom op. En dan het mooie is, precies wat de bisschop zegt, hè, wat bindt ons nou samen? De gerichtheid op Christus. Dat staat er in die tekst ook bij, dat we ons moeten blijven richten op Christus die ons voorgaat. Maar die anderen die ons voorgaan zitten om ons heen.
Een wolk van getuigen. Een wolk van getuigen. Dat is de mooie vertaling. Een wolk van getuigen, ja. In de Hebreeënbrief. Ja. 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 En in die wolk van getuigen zit dus aan de ene kant die individuele relatie tot Christus. En aan de andere kant die gemeenschappelijke relatie. Je kunt niet zonder die kerk, niet zonder de gemeenschap van... Is dat nou iets wat u geleerd heeft in de loop der tijden? Want ik ken vooral protestanten als degene die toch ook altijd die persoonlijke relatie hebben. Ja, ik heb dat ook wel steeds meer geleerd. Dus denk twee dingen die ik wel duidelijk geleerd heb. Dat persoonlijke heb ik van huis uit ook sterk gekregen. Maar wel steeds meer geleerd, het is nooit zeg maar individualistisch. Het is altijd je ik, om zo te zeggen, komt tot zijn recht in een wij, in een gemeenschap. Die twee horen bij elkaar. Tweede wat ik ervan geleerd heb, is dat je elkaar ook heel erg nodig hebt. Zeker ook als het gaat over de Bijbel. Omdat ieder ook weer vanuit zijn eigen perspectief en ook vanuit de verschillende kerktradities, in die zin ben ik daar ook dankbaar voor, een tekst leest en ook weer accenten legt die jij zelf minder hebt. Niet voor niks is de Bijbel zelf al een bibliotheek met verschillende stemmen. Dus om iets van het geheimenis van Gods wegen te verstaan, heb je die ander ook nodig. Dus heb je ook de kerk nodig, de gemeenschap van gelovigen, om... niet te menen dat jij de waarheid wel even op je eentje kunt doorgronden. We gaan meteen naar brief 4, voordat ik weer terug ga naar de bisschop. Dat is de brief over het vasten. Ik dacht dat protestanten ook wel daaraan deden, maar dat blijkt toch wat anders te liggen. Ja, volgens mij is dat wat meer recent. Want het, inderdaad, ik heb dat toen voor de brief nog even nagekeken en toch gerenommeerde handboeken... Professor Berkhoff, Henk Berkhoff, Christelijk Geloof, recent, van de Brinken van de Kooi. Niets over vasten. Niets? Niets. Verraste mij zeer. Terwijl tegelijkertijd zie je nu in protestantse en ook wel evangelische kring, dat het vasten eigenlijk meer plek weer krijgt. We gaan naar de 40 dagen tijd binnenkort toe. Zijn er, weet ik, nogal wat christenen, protestanten ook, die in die 40 dagen tijd op bepaalde manier vasten. Maar dat is nog niet blijkbaar overal doorgedrongen. En ook nog niet echt een plek dus tot in de handboeken toe gekregen. Dan ga ik naar de bisschop. Bisschop, wat kunt u ze adviseren over vasten? Nou ja, ik heb geschreven natuurlijk over mijn eigen geschiedenis als kind. We hadden een vaste trommeltje. Dat is allemaal nog uit de tijd van het Rijke Roomse leven. Met snoepgoed wat je daarin verzamelde. En dan mocht je dat met Pasen opeten. Maar dat voor heel veel zijn die vormen verdwenen. En ik merk toch ook, parallel aan wat er dus in de protestantse gemeente gebeurt, dat in parochies men toch weer die tijd voor het paasfeest een echte sterke tijd wil laten zijn. Kijk, wij leven natuurlijk in een cultuur waar de tijd geneutraliseerd is. Elke dag is ongeveer hetzelfde. En elke dag is heel welvarend, althans voor heel veel mensen in Nederland. Hè. Maar dus om ook in het liturgisch jaar zitten van die momenten, Van meer feestvieren, de paastijd bijvoorbeeld, maar ook van bezinning, adventstijd, vastentijd. En ik merk dat in de parochies men nieuwe vormen probeert te zoeken om toch daar wat aandacht aan te besteden. Dat ook bijvoorbeeld door sober te leven en dat geld dan wat uitgespaard wordt aan voedsel, om dat weg te schenken aan de vastenactie. U noemt ook het woord barmhartigheid. Barmhartigheid en verzoening. Ja, nou, ik denk dat hoort daarbij in de zin van wat vieren we met Pasen, Goede Vrijdag en Pasen, dat heeft ook te maken met Gods verzoening. Gods verzoenende liefde in Christus en dat wij zelf als leerlingen van Jezus ook geroepen zijn om mild en barmhartig met elkaar om te gaan. Juist in de huidige tijd waar we natuurlijk in de wereld, maar ook in Nederland, zoveel polarisatie en zoveel verharding zien. En voor een deel doen christenen daar helaas aan mee. Maar als je gaat kijken naar het hart van ons geloof, dan is er natuurlijk toch altijd weer de kans, een tweede kans geven. Dus de mensen afrekenen op wat fout gegaan is en hen niet meer die tweede kans gunnen, is zo tegen het evangelie in, dat ik daar eigenlijk ook wel wat zorg over heb. Dat we dat als kerken misschien ook wel moeten benadrukken, het belang van een tweede kans, dus van mild en barmhartig zijn, omdat God naar jou toe ook mild en barmhartig is. En als het gaat om die milde en barmhartige God, naar Gerard de Korte toe zelf, zijn er momenten dat u ook echt probeert te vasten? En dat u ook echt, zichzelf bijna kleiner maakt
En God wat groter? Nou ja, dat is sowieso probeer ik dat te doen op als woensdag aan het begin en op Goede Vrijdag, als wij het sterven van Jezus gedenken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik natuurlijk ook onderdeel ben van deze cultuur, even los van corona, dat er ook in de vaste tijd regelmatig als bisschop gelegenheden zijn dat er een dinertje is of dat er iets gevierd wordt. En dat je toch met die stroom van de cultuur meegaat. Maar zo'n dag als woensdag en aan Goede Vrijdag, dat probeer ik echt wel ook stille dagen te laten zijn. En ook dat dan te laten zien door de manier dat je weinig eet. En als het ware ook een soort verstilling bij jezelf teweeg brengt. Om stil te staan. Maar wat betekent nou de kruisdood van Jezus Christus? Als u dit hoort, hè, wilt u er nog wat aan toevoegen? Nou, sorry. Ik denk het eigenlijk alleen maar onderstrepen. Het viel mij op, die brief voorbereidend, zal ik weer even de Bijbel bijnemen, hè, de hand van de Bijbel. In de bergreden komt het heel expliciet naar voren, het vasten. Dan staat het in gebed als een drieslag waar je eigenlijk niet eentje eruit kunt pellen. Aalmoezen geven, dus de barmhartigheid, het bidden en het vasten, is zo fundamenteel voor een christelijke levenshouding. En ik denk in ons aalmoezen, bidden en vasten. Die drie, ja. En dat is een eenheid. Dat is ook het evangelie van de Aswoensdag in de katholieke liturgie. Hè? Dus daar beginnen we de 40 dagen mee. Dus daar kun je het vasten niet. Het is heel frappant dat het in onze traditie, je kunt het natuurlijk wel wat historisch verklaren, maar het is toch heel apart dat dat in onze traditie veel minder nadruk gekregen heeft. En ik vind ook wel heel mooi, juist als het gaat over Goede Vrijdag, als het gaat over Aswoensdag het begin en eigenlijk nou, tegen het einde van de 40 dagen tijd, om daar dan ook heel expliciet bij stil te staan. En daar ook momenten te hebben. Zonder dat wetties nou op te gaan leggen van je mag dan helemaal dit niet. Of je mag hem. Dat zou ik graag aan iedereen individueel overlaten. In die zin ben ik ook wel echt een protestant. Maar dat je zegt, zorg dat jij op een of andere wijze daar vorm aan geeft. Inhoud aan geeft. We gaan naar de vijfde brief. Een zware brief over de schepping, licht en donker. Je kunt ook zeggen, God en het lijden. Waar is God in deze tijd? Mij raakt altijd enorm en helpt zelf ook om iets van een antwoord te vinden op die grote vragen. Door de grootste concentratie van het christelijk geloof om daarop te richten. En dat is toch het kruis van Jezus waar hij aan sterft. Waar laat hij zich vinden? Daar aan dat kruis. Als de lijdende, als de stervende. Zo is hij in ons midden. Blijkbaar gaat hij niet om het lijden heen, maar is hij daar middenin aanwezig. Laat hij zich vinden. Die weg van Jezus, ja, dat is natuurlijk ook een mysterie. Wij mensen doen het hem aan, maar in het evangelie lees je ook dat hij die weg moet gaan van Gods wegen. Die twee komen bij elkaar op een of andere manier, krijg je nooit helemaal rond in je gedachten. Zo kijk ik ook wel wat, ervaar ik ook wel wat dat in het kwaad, lijden, dat gaat niet buiten God om. Daar laat hij zich vinden, wil hij er zijn, naast ons, met ons. Is hij ook de God die dat niet uit de hand valt, maar daar toch op een bepaalde wijze aanwezig is. Als de opgestane, maar die wel ook in dat lijden er is. Dus die verknooptheid zou je haast kunnen zeggen. Dat, ja, waar de lijnen bij elkaar komen, waar je dus niet voor je verstand op al die vragen een antwoord krijgt. Jezus zelf riep ook, waarom? Maar wel vanuit de diepe overtuiging, dit is de weg die we moeten gaan, daar zit God ook in. En daar laat hij mij niet alleen. Mooi. Zit God daarin, in het lijden? Ja, nou, ik heb in de brief benadrukt, het eigene van ons christelijk godsbesef is natuurlijk dat er een God is die met ons solidair wordt. Ik heb het woord solidariteit gebruikt, goddelijke solidariteit, dat God afdaalt, allereerst door mens te worden, maar dat hij ook tot en met de dood met ons solidair wordt. En dat is een heel raar godsconcept hebben we eigenlijk. Maar toen ik dat mocht ontdekken in mijn studententijd, ook een zeer mooi. Dus die hele grote heilige God van de Bijbel, die maakt zich klein en is te vinden in de gekruisigde. Als teken van verzoening. Hè, er zit ook iets bij van het is goed tussen de hemel en de aarde. Maar het is ook, denk ik, een teken van solidariteit met al die mensen die vandaag de dag
om welke reden dan ook, in de duisternis zijn en moeten lijden. En dan is dat ook de weg naar Pasen. Dat is ook de weg naar het eeuwig leven, naar het leven bij de Vader. Dus voor mij is het kruis ook goddelijke solidariteit. Ik vond het mooi om een beetje dwars verband te zijn tussen de bisschop en de scriba, ook in de brieven. En ook mooi omdat u beide zo open bent en kwetsbare woorden tegenwoordig heel vaak gebruikt wordt, maar er is ook grote kwetsbaarheid. Want alle stukken van het leven komen voorbij. Mm-hmm. Als u er nou op terugkijkt en u zou nog wat tegen de scriba willen zeggen, wat zou u hem willen zeggen? Kijk hem maar aan. Ja. Ja, dat vind ik nog wel lastig om dat zo te formuleren, eerlijk gezegd. Was u dankbaar dat weer... Nou, het project is, daar was ik heel dankbaar voor, dat project na anderhalve maand. We hebben dat, die vijf brieven wederzijds zo in anderhalve maand geschreven. Daar was ik dankbaar voor. Maar ook het feit, ook dankbaar dat we zoveel geloof bij elkaar hebben ontdekt. Ja. Brieven is natuurlijk een heel prettig genre. We hebben zelf ook brieven geschreven, 5 of 6 jaar geleden. Het is laagdrempelig en de ene lokt de ander uit ook. Maar wat mij dus dankbaar stemt, is dat de schrijver van de PKN en ik als bisschop hier van Zuid-Oegen-Bosch, dat we zoveel gemeenschappelijk hebben als christenen. En dat komt in die brieven, komt dat in beeld. Dus dat wil ik best teruggeven, die dankbaarheid voor het feit dat we het project hebben voltooid, maar ook dat we zoveel gemeenschappelijk geloof hebben. En u, Scriba, wat zou je tegen de bisschop willen zeggen? Voor mij eigenlijk wel heel vergelijkbaar. Ik was er wel echt blij verrast. Niet in die zin verrast van dat ik het totaal niet had verwacht. Maar het is toch altijd waar je weer verrast door bent als het weer gebeurt. De gemeenschappelijkheid. De grote gemeenschappelijkheid waar ook de brieven vaak mee ondertekend zijn. In Christus verbonden. Daar eindigt ook het laatste brief mee. Dat te ervaren. Ja, dat is denk ik ook waar je in de ecumene waar het om gaat. En als dat iets helpt ook, of illustratief is voor ons omgaan met elkaar in deze wereld, waar zoveel polarisatie ook is, ja, dan denk ik, dan is dat wel heel kostbaar. En waar ik zeker ook dankbaar voor ben, is ook voor het toch een beetje in je hart laten kijken wat je gedaan hebt in deze brieven, wat we denk ik allebei gedaan hebben. Dat u ook gedaan hebt. Daarmee stel je, nou ja, kwetsbaar is zo'n woord, maar toch in zekere zin kwetsbaar op. Maar we voelden ook de veiligheid om dat te kunnen doen. Dus daarvoor ook veel dank. Ja, en misschien ook toch ook te noemen dat het nu kan. Kijk, we hebben het gebed van Jezus om eenheid, zoals we dat in het Johannes-evangelie vinden, natuurlijk eeuwenlang genegeerd. We hebben elkaar zelfs in het verleden vermoord, hè? Christenen en onderling, protestanten en katholieken. Dat we nu als geschenk van de ecumene zo'n project kunnen maken. Ik denk dat 50 jaar geleden geen eens mogelijk was geweest. Op deze manier. Dus dat is ook een geschenk van de Heilige Geest, zou ik bijna zeggen. Dat we samen naar die bron van hoop zijn gegaan. Hè, om de ondertitel van het boekje maar te gebruiken. En gezamenlijk ons geloof getoond hebben. Als illustratie van die hartelijke woorden die gesproken zijn, komt Pieter de Boer, uitgever van Royal Jongbloed, nu om het eerste exemplaar aan te bieden. Waarde bisschop, beste scriba, zo spreekt u elkaar aan in de brieven en u eindigt de brieven steeds met in Christus verbonden. Prachtig. Ik mag u de eerste exemplaren, het eerste exemplaar van het boek aanbieden en dat stelt mij natuurlijk voor een dilemma, want hoe voorkom je dat als je het eerste exemplaar aan 2 auteurs aanbiedt, dat er toch een eerste en een tweede exemplaar is? 1A, 1B. Nou, ik kan u vertellen, er is bij de drukkerij een wonder gebeurd. Het eerste exemplaar is in 1 ondeelbaar ogenblik in 2-voud verschenen. En ik mag u het eerste exemplaar aanbieden in een 1,5 meter driehoek. Want we moeten natuurlijk ons houden aan de regels. En ik wil u hartelijk danken voor uw bijdrage aan dit essay. Het is een prachtig essay geworden. Ik heb er met plezier aan gewerkt. Het is persoonlijk, indringend. En wat we net al hoorden, in Christus verbonden. Het geeft aan dat een belangrijke katholiek en een belangrijke protestant op een prachtige manier met elkaar over het geloof kunnen schrijven. En het geeft ook hoop aan mensen. Graag wil ik u namens alle participanten in de maand van de Bijbel, naast de Royal Jongbloed, Adveniat, ook vele anderen, wil ik u het eerste exemplaar aanreiken.
Kijk. Dank u wel. Alsjeblieft. Gelijktijdig. Veel dank. Heel goed. Mooi. Dank u wel. Mooi. Het ziet er mooi uit. Ja, het ziet er zeker mooi uit. Het even naar de camera zo. Aan de Maand van de Bijbel doen als partner mee Evangelische Omroep, KRO-NCRV, Fries Dagblad, Internationale Bijbelbond, Berne Media, Biblos, Nederlands Dagblad, Scandalon, Nederlands Bijbelgenootschap, Elisabeth Magazine, Kok Boekencentrum, Adveniat en Royal Jongbloed, want zij zijn de uitgevers van dit boek.